Met wie spreekt Jezus nu eigenlijk in het evangelie? Er is een man in de synagoge en Jezus zegt tegen deze man: zwijg stil. Je zou zeggen, er staat een man voor hem die praat, die van alles zegt. Ik weet wie gij zijt gekomen om ons in het verderf te storten. En Jezus zegt, zwijg stil. Ga uit hem weg. En met dat tweede deel wordt duidelijk dat Jezus als het ware niet zomaar spreekt tot die man, maar tot de boze geest in die man. Zoals bij Petrus. Als Petrus Jezus probeert af te houden van de weg naar Jeruzalem, omdat daar het kruis lag, zegt Jezus tegen Petrus, ga weg. Dat zegt hij niet tegen Petrus, zo van Petrus, ga weg, ik wil jou niet meer zien. Nemen. Ga weg, Satan. En Satan, de duivel, moet weggaan. Blijkbaar zijn er dus verschillende krachten waar Jezus mee te maken heeft. Aan de ene kant is het de kracht van de Heilige Geest. Het is met de kracht van de Heilige Geest dat hij duivels uitdrijft. En aan de andere kant is er deze boze geest die de feitelijke tegenspeler van Jezus lijkt te zijn. Maar waar staan wij dan als mensen? Hebben wij daar eigenlijk dus niets mee van doen? Het is en-en. Jezus spreekt tot mens, hij is mens geworden. Hij heeft een boodschap voor ons mensen en hij roept ons op om een keuze te maken. Zoals Petrus, die een keuze moet maken, ga ik met Jezus mee naar Jeruzalem of niet? En aan de ene kant trekt blijkbaar die geest die al een keuze heeft gemaakt. De duivels, weten we, zijn gevallen engelen. En ze willen ons meetrekken, maar wij zijn vrij. En we hebben in ons leven dus de mogelijkheid om te kiezen. Maar hoe weet je nu wat Jezus echt vraagt? Dat is lang niet altijd helder. Als er evident iets verkeerd is, dan weet je duidelijk, dit komt niet van de Heilige Geest. Als ik hier meega, dit komt van de verkeerde geest. Die mij uitnodigt om dit of dat slechts te doen. Maar het is veel ingewikkelder. Want we moeten vaak kiezen tussen het goede en het schijngoede. Of tussen iets wat goed is en iets wat beter is. Hoe weet je nu wat God echt wil? En hoe weet je dus waar de Heilige Geest je beweegt? Want iemand kan bijvoorbeeld in overmoed menen, ik moet dit of dat groots werk gaan doen. En dat lijkt wel goed, maar als hij dat doet, doet hij iets anders, niet meer, wat gewoon zijn dagelijkse taak is. Stel je voor, iemand zegt, ja, ik ga het klooster in. Ja, dat is toch iets goeds? Ja, maar je bent wel getrouwd. Het gaat niet zomaar, je hebt al een verplichting. Kortom, hoe ontdek je dat? Wel nu, dan is dus de vraag die na het gebed gesteld wordt, de zogenaamde reflectievragen die bij een retraite aan het einde zijn, wat voel je nu voor Jezus na dit gebed waarin je je leven voor Jezus hebt neergelegd? Met concrete feiten waar je voor staat. En dan kun je dus een keuze in het gebed invoegen. En je stelt je voor, ik neem me dit voor. Maar na afloop van het gebed mag je afvragen, wat voel ik voor Jezus? Want nu dat is waar de Heilige Geest je toe aan zal zetten. En je zult meer voor hem voelen, meer liefde, meer dankbaarheid, meer vertrouwen, als de Heilige Geest het is die leidt. En als je twijfelt, kun je dus een andere mogelijkheid die je hebt, een andere keer inbrengen en je na afloop weer die vraag stellen. Wat voel ik nu voor Jezus? Want uiteindelijk is hij het toch die ons roept en hem willen wij volgen. En Jezus wil ons daarbij helpen. Hij is de sterkere. Hij is het die tegen de boze geest zal zeggen, zwijg stil. Maar ook wij zullen tegelijkertijd moeten luisteren naar wat hij ons dan wel zegt. De weg die wij moeten gaan, ook heel individueel. En daar is dus geen evangelie voor geschreven waarin staat wat wij precies moeten doen.
Dat is iets wat wij persoonlijk moeten inbrengen in het gebed. Maar de geest, de goede geest van God zal ons helpen, opdat wij meer met hem verbonden worden, die ons thuis wil brengen bij zijn Vader in de hemel.